Heet het hier nog Wilhelminakade? Hoeveel mensen wonen er op aarde? Is de tekst op de Wilhelmina-steen nog leesbaar? Gaat roestvrij staal uiteindelijk toch roesten? Ja, dit is de originele kadesteen, ja. Zoals Wilhelmina die destijds waarschijnlijk onthuld heeft. 1891 is dat gebeurd. Ja, en dan Wilhelmina, koningin der Nederlanden, staat erop. Ja, ze was toen 10 jaar oud. Emma was regentes, maar officieel was ze al koningin. En dat maakt die steen ook interessant, dat eigenlijk een van de eerste overblijfselen is van de oranje cultuur zoals we die nu kennen. Want Emma heeft echt voor een omslag gezorgd in hoe de oranjes zich tot het volk verhielden. Zoals ze nu kennen, dat ze de straat op gaan, onder de mensen zich begeven. Letterlijk wat Willem-Alexander en Maxima nu doen, zeg maar een rondrit door de provincies, dat deed Wilhelmina toen ook. Een PR-campagne? Een PR-campagne, ja. En dat was toen hard nodig, omdat Willem 1, 2 en 3 daar, dat waren 19e eeuwers, zeg maar. Ze heeft een vooruitziende blik gehad, want op dit moment is dit natuurlijk een prachtige plaats. We staan op de Kop van Zuid, zoals het dan heet, in Rotterdam, achter ons Hotel New York. De oude plek waar mensen vertrokken richting de nieuwe wereld. Historisch gezien is het een hele rijke plek met veel verschillende soorten geschiedenis. En het leuke daaraan is dat toen Wilhelmina hier was, de Rijnaven, zoals die hier lag, er nog helemaal niet was. Ja, Wilhelmina, een onderdeel van de steenlegging was dat Wilhelmina haar handtekening zette. Dat was het ultieme bewijs dat ze er was. Weet je, dat kun je niet in steen bijtelen, maar ze moest zelf haar handtekeningetje zetten. En dat is met een mooi document in een koker, in een lodenkoker, achter de steen gegaan. En die ligt hier een eindje verderop in het fotomuseum. In het fotomuseum. Nou, dan gaan we daar eens even kijken. Hoe oud was Wilhelmina toen ze hier de steen kwam leggen? Of weet je niet meer wie dat was? In welk jaar is de hypotheekrenteaftrek afgeschaft? Wanneer verdween het mobieltje uit het straatbeeld? Hoe ruikt Rotterdam? Krijgt ieder kind een chip bij de geboorte? Hier in de vitrine, inderdaad. Die handtekening van Wilhelmina. Een beetje onwendig geschreven met kroontjespen, zie ik. Met een hele dikke uithaal bij de M. Ja, het leuke is, er zijn 4 handtekeningen op. En die van Wilhelmina is eigenlijk de enige die nog echt leesbaar is. Ze heeft lekker flink gedrukt. Ja, en de andere die zijn, de volwassenen hebben geleerd om met krullen te schrijven. En die zijn eigenlijk vervaagd. De nieuwe capsule, die staat hier een eindje verderop. Van roestvrij staal, afgietsel van exact hetzelfde ding als wat we net buiten gezien hebben. Het mooie is natuurlijk dat ze zijn nu helemaal gelijk, maar over 120 jaar zullen ze op een andere manier geërodeerd zijn. We horen op achtergrond ook de vragen die in de nieuwe tijdscapsule gaan. Dat is iets anders inderdaad dan dat perkamenten document wat Wilhelmina destijds heeft achtergelaten. Ja, we hebben nu een 2.0 versie van de tijdcapsule gemaakt. Uiteindelijk zijn er 1300 vragen binnengekomen, geloof ik. En ik heb ook in de 2 jaar dat ik hier aan gewerkt heb, volgens mij een soort waslijst met 200 mensen die op de een of andere manier bij betrokken zijn geraakt. Dus dit wordt echt een soort gesamtkunstwerk wat in de kader gaat. En bij elkaar zijn die vragen aan de toekomst zijn ook een soort vertaling van, weet je, de dingen die wij ons afvragen. En we hopen dat in de toekomst, weet je, een goed beeld van ons geeft. Mag je kinderen inruilen als ze niet aan je verwachtingen voldoen? Wat betekent coma zuipen? Kun je op vakantie naar de maan? Wat is er voor antibiotica in de plaats gekomen? Zijn alle kankersoorten te genezen? Is Rotterdam nog leefbaar? Is Nederland nog democratisch? Wat komt er na democratie? De vragen die in de tijdcapsule gaan zijn gemaakt van die letters die je ook wel eens voor het raam ziet hangen als er een jongen of meisje geboren is. Aan elkaar geschakelde letters. Zo gaan ze ook in het kunstwerk. Ja. Waarom niet op een USB-stick of een DVD'tje, een harde schijf? Wat heel erg van deze tijd is. Nou ja, de paradox van deze tijd is dat we in de digitale tijd leven. Dat we alles bewaren. Maar dat we eigenlijk niet weten dat we binnen 5 jaar al niet meer weten hoe we dat terug moeten vinden. Die letters die blijven voor eeuwig. Precies. Zijn van plastic namelijk. Ja, precies. Dat is zeg maar de grote inspiratiebron is die plastic, dat plastic continent wat in de oceaan drijft. Wat ook maar niet weggaat. Ik denk van stel dat de boel onder water komt. Deze materialen die blijven ook onder water goed. En daarbij hebben we ons laten inspireren eigenlijk door het fenomeen van unboxing. Wat op internet een grote uitpakparty, hè? Wat zit er in de doos? De verrassing? Zeg maar. Dat we dachten, we maken er een feestje van en er horen slingers met vragen. Dus. Ja, ja, ja.
hele originele vragen, maar ook vragen die heel veel zeggen over de tijd waarin we nu leven, ja, natuurlijk. Ja, ja. Het is eigenlijk een combinatie van dingen die we ons echt afvragen over de toekomst, maar ook vragen die we vandaag de dag vaak stellen. Bijvoorbeeld, heb je een oplader bij je? Weet je, in een perspectief van 122 jaar zal het antwoord waarschijnlijk nee zijn, omdat die opladers niet meer nodig is, hopelijk. Niet meer nodig zijn. Er zijn heel veel vragen binnengekomen, bijvoorbeeld van, spreken we nog Nederlands? Bestaat Rotterdam nog? Waar loopt de kustlijn? Dat zijn een soort grote vragen van allemaal dingen die nu heel vanzelfsprekend zijn, want Rotterdam is Rotterdam. Ja, en jouw idee is het dus dat met die slingers en die vragen, dat het echt een feestje is, ja, om die kist, om, ja, die tijdscapsule open, ja, te maken. Maar de grote vraag is, is het überhaupt wel feestelijk? Geen idee. Geen idee. Ik weet het niet. Maar dat is zeg maar ook de grote, dat is ook het voor ons het spelelement. Weet je, want het zijn eigenlijk twee feestjes. Nu donderdag is er een feestje omdat we hem dicht gaan doen. En ooit zal er wel een moment komen dat hij weer open gaat. En of dat één iemand is, de laatste mens op aarde, of dat hij, weet ik veel wat, de burgemeester van Rotterdam van het jaar 2135 is, dat weten we niet. Maar dat is voor ons ook lol om daarover te fantaseren.